We kijken RIP als dynamisch routingprotocol. Dat betekent dynamisch dat je gaat aangeven dat routers zelf informatie over het beste pad gaan doorsturen naar elkaar. Bijvoorbeeld, ik heb hier drie routers staan en die gaan eigenlijk door middel van updates naar elkaar doorsturen welke netwerken ze kennen. Bijvoorbeeld R2 kan dan aangeven dat hij dit netwerk kent en dit netwerk en dan wordt dat doorgestuurd. Zo gaan die routers elkaar updaten uh, na vanavond de informatie. Stel dat de lijn echt uh, stuk zou zijn en niet meer werken, ja, dan komt er ook automatisch een update in. Dan zal er een andere route moeten gezocht worden, moet het uh, pad veranderen uh, om te gaan gebruiken. Hè. Uh, dat is een soort tabel dat die eigenlijk bijhouden, waar alle netwerken in staan dat die kennen. Hè, en die tabel gaan ze eigenlijk uh, met update bridges uh, updaten dan. Hè. Uh, soms zit daar een... Uh, Algoritme achter nog, waardoor dat hij het beste pad of, of beste weg gaat bepalen hoe dan een pakket uh, moet gaan lopen. Zeg maar, hè. Het alternatief is statische routes. Hè. Statische, dat betekent dat je dat als admin gaat instellen uh, hoe dat een bepaalde route is. Hè. Hier bijvoorbeeld uh, zouden je kunnen zeggen: ah, het internet uh, is hier uh, en dat is via die router 2. Dat betekent dat je statisch eigenlijk kunt zeggen: er is maar één weg naar internet, dus je kan eigenlijk statisch gaan zeggen: oké, okay, alle verkeer uh, gaat er gewoon. Via die interface naar buiten moeten sturen naar internet. Hè. Dus bijvoorbeeld voor um, default routes is dat typisch dat je dat uh, statisch gaat doen. Uh, maar ook voor als er geen andere weg is, hè, is er maar ene weg naar buiten voor je bepaald netwerk, dan kan je dat ook als statische route doen. Bij grotere netwerken, hè, dan ga je wel een dynamisch protocol gebruiken, want dan gaan die routers eigenlijk zelf updates naar elkaar moeten sturen en dan kun je dat niet meer manueel allemaal gaan doen, en stel dat er dan een lijn uh, zou uitvallen of een netwerk zou uitvallen, dan ga je niet meer handmatig dat gaan aanpassen, maar dan moeten die routers dat onderling uh, automatisch kunnen regelen, zeg maar, hè. He, dus voor kleine netwerken, uh, voor één, als er maar één weg is bijvoorbeeld, dan kan je de status gebruiken. Voor grotere netwerken, uh, waar het qua beheer uh, moeilijker wordt, ga je uh, dynamische protocollen gebruiken. Nu, het protocol dat ik even aanstip is RIP uh, versie 2. Uh, de eerste versie van RIP die werkt classful. Dat betekent dat hij enkel klasse C-adressen, klasse B, klasse A-adressen kent. Hè, dat je kunt invullen. Dus die kent geen subnetten, zeg maar. Hè. Bij de versie 2 is dat wel zo, kan je subnetten gebruiken. Hoe configureert je dat? Je gaat naar de uh, global configuration mode en je typt router RIP. Dan heb je uh, RIP versie 1 als commando. Dan kun je eigenlijk je netwerken opgeven. Uh, die netwerken kunnen alleen maar... Uh, Klasse C bijvoorbeeld, hier zijn, hein, 102, 930, 1.0 en 2.0. En dat gaat hem zo uh, kunnen onthouden. Als je andere um, netwerken wilt gebruiken, dus, uh, dan heb je version 2 nodig. Dan geef je daarna version 2 en dan gaat hij uh, die netwerken opgeven. Um, hoe bekijk je dan welke routes dat geleerd zijn? Met show IP route uh, kijk je welke routes dat er eigenlijk geleerd zijn via RIP versie 2. Welke routes dat er doorgestuurd worden tussen de routers. Een ander ding dat je kan instellen is de No Auto Summary. Een router gaat proberen om paden samen te voegen. Als je bijvoorbeeld zou hebben dat je het netwerk 1.0 en 2.0 slash 24 zou doorsturen, dan is het een Summary bijvoorbeeld dat je gaat zeggen: ah, maar ik kan ook gewoon 192 160. 0.0 uh, slash 10 doorsturen. Hè. Dus alles wat begint met dat. Hè. En dat is eigenlijk een summary dat die gaat doen. Dus als je wilt kijken of, dat u, ja, of, dat, of dat, wat hem er eigenlijk mee doet, hè. je denkt van ah, ik heb hier twee netwerken in. En dan zetten we bijvoorbeeld no auto summary. Dan gaat hem dat niet doen, dan gaat hem geen samenvatting maken, of dat niet hè, vereenvoudigen, dan gaat hem uw routes laten staan. Hè. Dus dat is dat, wat er eigenlijk gebeurt met dat ding. Een ander ding dat je uh, nog kunt instellen, is een passieve interface. Hè. Dus je weet dat die routers hier uh, die sturen uh, update-pakketjes naar elkaar. De hele tijd. We wilden niet? Dat die router ook update-pakketjes hier op je LAN gaat sturen. Want dat heeft geen zin, daar hangt geen router aan... Hè, ...en die zijn daar niks mee. Hè. Dus dan, dan kun je dat op je interface dan zeggen... ...passive interface, dan schakel die op passief... ...en dan uh, gaat hem daar geen berichtjes op sturen. Dat is optimaal eigenlijk voor je uw, uw netwerk, zeg maar. Hè. Wat kan je dan nog doen? Je kan ook een default route uh, aangeven. Default bijvoorbeeld: je hebt hier weer het internet. Ik kan aan deze router, hè, er is in heel dit uh, netwerk maar één weg naar buiten, een default uh, connectie. Default zou ik kunnen zeggen: oké, okay, default alles naar internet. Hier bijvoorbeeld: hè, gaat dat dan door moeten gaan. Um, die interface staat een beetje fout. Wat je eigenlijk zegt bij een default route is: alles, de 000, Dat bedoel je heel de wereld mee. Hè. Alle verkeer ga je doorsturen en dan moet je eigenlijk via de interface hier um, dat aangeven. Hè. Via die bepaalde interface en uh, bijvoorbeeld dat bepaald IP-adres dat je hebt. Hè. Zo gaat dat eigenlijk een default route geven. Als je dan default information originate uh, tipt, dan gaat hij dat ook doorgeven aan andere routers. Dus dan weet bijvoorbeeld router 3 ook, dan krijgt hij door die updates krijgt hij dan ook ineens van ah ja, de. De default route is daar. Hè. Dat maakt niet dat je die andere netwerken niet moet ingeven. Hè. Dus de 192.165.0 bijvoorbeeld, hè. die gaat het nog altijd via updates doorgeven. De 3.0 ook. Hè. Dus die routers gaan dat aan elkaar doorgeven. Maar als ze niet weten hè, wat dat dan meestal een internetadres is, dan gaat ze de default route gaan gebruiken. Dat komt allemaal in een tabel te staan. Uh, wat staat er allemaal in die tabel? Hier zie je bijvoorbeeld: een van die dingen is die Gateway of Last Resort. Dat is je default uh, route die je hebt ingegeven. Hè? Dus uh, daarmee is naar alles uh, wat hem over uh, heeft. Die gaat het tegenkomen. En je gaat ook nog voor een router, je zit hier bijvoorbeeld op uh, router 1, gaat hij ook nog uh, alle informatie van waar het hem aanhangt. Hij, hij kent zijn eigen interfaces, dus je gaat dat hier als L uh, lokaal tegenkomen. Dat bepaalt IP-adres gaat hem er ook in schrijven. En zijn eigen netwerken. Hè? Dus je ziet hier per IP-adres uh, zijn netwerken staan. En dat zie je hier uh, dat hij voor. Uh, Drie, die hangt aan drie netwerken, dus die heeft drie adressen. Drie uh, netwerken die direct aanhangt, gaat hij sowieso erin zetten. En dat is met een C dat hem dat aangeeft, dat zijn de uh, direct geconnecteerde netwerken. Hè. De rest hier, de rukkes dat je hier tegenkomt, die gaat hem eigenlijk gebruiken um, uh, met een routingprotocol, zeg maar. Hè. Dus voor die direct geconnecteerde, <tossimus> die gaat hem uh, zelf toevoegen. Hè. Dus je ziet de L staan van zijn lokale interface, een 1.1 bijvoorbeeld. Hè. En het netwerk daarvan gaat hem met een C aangeven. Zo kun je in zijn tabel kijken wat er allemaal in staat. Bijvoorbeeld, een statische route geeft hem een S aan. En dan de D en de O, dat zijn andere routingprotocollen, zoals E, GRP, OSPF, moesten die ook draaien. Hè? En dan wat wij gaan zien als je RIP gebruikt, is de R van RIP als routingprotocol. Dat betekent dat hem die netwerken dat hem zo aangeeft, dat hij die geleerd heeft via zijn buren, zeg maar, hè? via het routingprotocol. Hè? Wat komt daar nog in tegen? Hier een, uh, RIP staat er aangegeven, het netwerk. Hier zie je ook, uh, dat is RIP versie 2, want hij heeft uh, een, een subnetmask eh, van slash 28 gebruikt. Administrative distance, dat is eigenlijk een waarde dat hem hecht aan elk soort uh, routingprotocol. Uh, algemeen, de nieuwere protocollen krijgen een betere waarde, gaan voorrang krijgen. Dus stel dat een router verschillende protocollen tegelijk draait, het kan, maar dat is een beetje raar, eh, dan zou hij het nieuwste protocol eerder kiezen. Um, die metric daarmee kunnen aangeven wat dat belangrijker is voor u, hè? dus als je dat lager hebt als waarde gaat hem die voorrang geven, die weg in plaats van hoger als waarde gaat hem daar geen voorrang geven hè? En dan, next hop, gaat eigenlijk de weg uh, aangeven naar waar dat, dat pakket moet gaan. Hè. Je weet, dit netwerk gaat hem moeten sturen via dit, dit bepaald IP-adres en via deze bepaalde interface. Hè. Hij houdt dat ook met een tijd bij in zijn tabel, hè. dus dat gaat ge moeten worden. Die update-pakketten, gaat dat van zijn buren bijvoorbeeld leren, van, ah ja, dat is, uh, dat is, dat is nog altijd open die weg, is goed. Hè. Zo kunnen, gaan die om de zoveel tijd berichtjes sturen naar elkaar, om hun informatie, zeg maar, te updaten. Hij kiest ook altijd, als hij verschillende keuzes heeft van welke weg hij moet volgen, kiest hij altijd het fijnste pad, zeg maar, of het, 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 de langste match eh, dat hem eigenlijk heeft. Dus hij bijvoorbeeld, als hij zowel het netwerk 172.16.0.0 zou kennen, dan gaat hij 172.16.1.0 voorrang geven, bijvoorbeeld. Dus het fijnste netwerkadres gaat hem voorrang geven ten opzichte van het eh, algemeenste adres, zeg maar. Tot zover uh, RIP versie 2.